verwelkomen u vanuit Bartel. Met die mooie ijzeren brug. Eentje is er gebouwd door Eiffel van die toren, weet u wel, uit Parijs. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het commentaar dat u hoort bij deze wedstrijd komt van collega Jeroen Gruter en ondergetekende Siert de Vos. En zometeen gaan we samen met u kijken naar een competitiewedstrijd. Het is FC Bartel tegen Legia Warschau. Het heeft er alle schijn van dat we een leuke wedstrijd gaan krijgen, Siert. De supporters van beide ploegen zijn al helemaal in de stemming. Daar ligt het niet aan. Nu het voetbal nog. Kijken naar de spelers van FC Porto die aan de wedstrijd gaan beginnen. We kennen de speelstijl van dit team maar al te goed. De tegenstander vroeg onder druk zetten. En daar wachten ze dus niet mee tot de bal dicht bij het eigen doel komt. Nee, het gebeurt juist over het hele veld. De aanvallers gaan al storen bij de opbouw van de tegenstander. Thank you. Enjoy the game. En we zijn begonnen. Ik hoop op een mooie wedstrijd, zie je het. Komt-ie! Doelpunt. Via de paal belandt de bal in het doel. Het scheelt eigenlijk heel weinig. Een paar centimeter verder, ja, dan was hij eruit gekaatst. Maar nu vliegt hij erin en levert het een prachtig doelpunt op. Nog eens vanuit een andere hoek. De eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. De bal is hij kwijt naar die tackle. Connolly. En nu wordt het oppassen. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Sterke actie van de doelman. Nee, deze keeper verras je niet. Met een schot van die afstand. Dat was een goed afstandsschot. Maar de keeper reageert adequaat. Bal naar het midden. Al slachtige poging om de bal weg te werken. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Emanuelsson. Goed druk gezet. De tegenstander had daar problemen mee. Ja, en dan komt de paniek en leveren ze de bal in. O'Neill. Hij gaat schieten. Tegen de paal. Achterbal. De bal nu alweer ingeleverd. Het blijkt buitenspel. Maar ook maar net dan hoor. Zo, dat scheelde niet veel zeg. Net buitenspel. Anders was het een kansrijke situatie geweest. De Jong. Richting het doel van de tegenstander.
En daar heeft hij de bal veroverd. Felix Klaus. Gefloten. Ja, buitenspel. Javier Marquillo. O'Neill. Sim de Jong. Goed ingegrepen door die speler. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Zo, wat een reactie van die doelman. In het midden van de 16. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. De bal raakt de speler inworp. Nou, wat kan hij hiermee? Balbezit naar de tegenstander. Emanuelsson. Hij kan mooi doorstomen daar. Sim de Jong. O'Neill. Sim de Jong. En hij grist de bal voor zijn voeten weg. Wat een grandioze actie van die doelman. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. De bal wordt ingeleverd. Ja, dat zag hij goed en onderschepte die bal. Door dat druk zetten komen ze weer in balbezit. Dit kan maar eens een kans opleveren. Te vroeg vertrokken. Hij staat buitenspel. Emanuelsson. De verdediger wordt het bos ingestuurd, ja. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Doelpunt, hij zit erin en er staat weer gelijk. Ah, dit is ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd is dit, joh. En het kan alle kanten op. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Een andere hoek voor de herhaling. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Kan hij hier voor gevaar zorgen? Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. Achteraf wordt die actie van eerder toch nog met geel bestraft. Ja, scheidsrechter wachtte tot het spel stil lag en deelt dan alsnog de kaart uit. Goed gedaan. Overtreding, maar hij komt er met een waarschuwing vanaf. Ik denk niet dat de scheidsrechter een volgende keer weer zo coulant zal zijn. Zo, goal! En wat gaat die bal mooie doel in. Hele sterke vrije trap. Show!
Dat is een flinke afstand om die bal er zomaar in te jagen. Ik had eigenlijk niet gedacht dat hij erin zou kunnen. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. O'Neill. De Jong. Siem de Jong. En hier laat de doelman zijn waarde zien. Formidabel. Aardige hoekschop, maar ze kunnen er allemaal net niet bij. Ideaal moment voor een voorzet. Daar moet je voorzichtig mee zijn, op die plek. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Druk gezet hier. De tegenstander wordt helemaal vastgezet. En ze houden er een inworp aan over. Javier Marquillo. Ze profiteren van deze paas. Sterke actie van de doelman. Misschien levert deze corner ze wat op. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. Even dat gevaar eruit halen. Neem je de inworp goed, dan kan er meteen een kans ontstaan. Niet meer in balbezit na die ingreep. Emanuelsson. Siem de Jong. Zou wel eens wat kunnen worden. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Aanval wordt afgestopt. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al nauwkeurig. Connolly. Een afstandsschot. Maar niet echt kansrijk van zover weg. Hij pakt hem! Doelman had hem. Bal blijft binnen. Hij weet het schot tegen te houden. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. Ze leveren de bal in. En hij komt eruit met de bal. Connolly. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag. Wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? Mooi om te zien hoe dit doelpunt ontstaat. Nog een keer kijken naar die schitterende voorzet. Ja, prachtig op maat gegeven en daardoor leidt het tot een doelpunt. We zien nogmaals hoe mooi die bal wordt voorgezet. En dan gaat hij er ook heel prettig in natuurlijk, hè, met de kopbal. En zo wordt het opnieuw gelijk. Ze houden elkaar in evenwicht. Ze geven de bal weg. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Ja, hij neemt hem. Redding van het doelman. Bal komt voor het doel.
schiet. Ja, goal! In korte tijd gaat ook deze bal erin. Op deze manier gaan ze binnen. Ja, en die gaat er natuurlijk in. Hij kan hem rustig afmaken, want de doelman staat niet tussen de palen. Koekoek. Ja, mooi uitgespeeld hoor. En die uitgelezen kans, gewoon netjes verzilverd. En we gaan verder met een stand van 3-2. Veel ruimte op de flank. Komt er een voorzet aan? Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman. En hij schiet. Het spel gaat verder naar die redding. Nee, zonde. Hij raakte niet te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Bal over de zijkant van het veld. Balbezit naar de tegenstander. Nog steeds in aanval. Oh, hij kan hem voorgeven. De scheidsrechter denkt het goed te hebben. Buitenspel. O'Neill. Hoe gaat de scheidsrechter deze situatie beoordelen? Rood, en dat is heel erg dom. Stomkop, kijk, ze staan voor. En door zo'n moment geven de tegenstander weer hoop. Ja, ja, die ruiken nu bloed, hè. Connolly. Oh, wat gaat die handen. Schot is onderweg. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch een lekkere voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Ja. Op de een of andere manier weet hij voortdurend de bal onder controle te houden. En niemand van de tegenpartij grijpt echt doortastend in. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. We gaan de rust in met een hele hoge score. 4-2. Deze speler zit lekker in de wedstrijd, hoor. Wat een impact heeft hij op de wedstrijd. De keeper heeft het razend druk met deze aanvaller. En de verdedigers die werken zich letterlijk uit de naad om te voorkomen dat hij nog een keer gaat scoren. Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. Ze proberen terug te komen. En nu wordt het oppassen. In het centrum gespeeld. Redding, maar de bal blijft in het spel. Al vroeg onderschept die bal. Hardschot, maar geweldig mis. Maar wat is dit voor onkun? Helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, van zo'n kans.
De Jong. Daar gaat het balbezit. Ruimte voor de counter. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Goeie lop richting die aanvaller. Bam! En dat is een mooi doelpunt. Dat hij daar zo vrij voor de doelman komt, is het resultaat van een mooie aanval over een aantal schijven. De bal zit er wel heel lekker in, hoor. Mooie aanval. Die herhaling laat nog eens zien hoe formidabel die voorzet van links gegeven wordt. Ja, maar deze speler heeft ook de reputatie natuurlijk dat hij dit soort dingen kan. In de herhaling nog een keer die voorzet. En daarop volgt dus het doelpunt. Echt een lekkere voorzet. En vervolgens heel goed ingeschoten. De score bij deze aftrap is 5-2. Houdt u het allemaal nog bij? Nummer 11, St. Pion. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. O'Neill. Connolly. Die kan wel eens een kans opleveren. Goed gereageerd. Korte hoekschop op een teamgenoot. Kunnen ze profiteren van deze paas? Wat doet hij nu? Ik heb een blackout. Nee, hij heeft een blackout. Gewoon ingeleverd die bal. O'Neill. Siem de Jong. Zou wel eens wat kunnen worden. Maar die grensrechter leek er goed voor te staan. Buitenspel. Connolly. De Jong. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Hij blijft ze erin schieten, hè? Dit is alweer zijn derde van het duel. En dat noemen we dan een hat-trick, hè? Fantastisch gedaan. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. De stand is 6-2. Houdt u de rekenmachine er even bij? Nummer 11, St. Pion. Emanuelsson. Bal gaat buiten. Inworp. Met die actie komt hij weer in balbezit. De trainer van de bezoekers gaat wisselen. Klopt, zie het. Hij besluit. Ja, en nu scoren! Bal vast in de handen. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Hij heeft hem! Bal wordt voor het doel gebracht. Hij gaat schieten. Keepertje uit zijn doel. Pakt de bal op. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Hij let goed op en onderschept die paas. Hij gaat het proberen. Een fantastisch doel. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal.
Ze waren de hele wedstrijd al de bovenliggende partij. Maar hier doen ze er nog even een schepje bovenop. Ze laten hier ondubbelzinnig zien wie de absolute baas op het veld is. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Nummer 16, Jordan Rossiter. Zeeën van ruimte voor zich. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Nou, wat kan hij hiermee? En nu wordt het oppassen. Ja, is dat wel buitenspel? Nou, kantje boord. Gini. Sim de Jong. Dit kan wel eens een kans opleveren. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kreeg. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. En met die actie wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zetten. Boom! Het lijkt wel een hamer, dat hoofd. Wat een kopbal. Geweldig. Die gaat er mooi in, zeg. Prima geplaatst, die kopbal. Een doelpunt met het hoofd maken is niet voor elke speler weggelegd. Maar hij weet er wel raad mee. Ze weten van elkaar eigenlijk precies wat de bedoeling hier is. Hij weet dat de voorzet gaat komen, waar de bal eigenlijk terecht komt. En dan is het een kwestie van binnenkoppen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Nummer 11, Saint-Pierre. Wacht even, Jeroen, er staat een speler klaar om erin te komen. Ja, inderdaad. Dat is een verse kracht die in gaat vallen. Blijft goed aan de bal. Het ziet er veelbelovend uit. En dat schot wordt gekeerd. En de doelman dacht waarschijnlijk, het is goed met je. Ik laat je niet nog een keer scoren. In het midden van de 16. Die corner is te kort en komt daardoor niet aan. Alle ruimte op de flank. Voorzet naar de vrije man. Vlijmscherp die voorzet, maar niemand die de bal aanraakt. De tegenstander zet druk. De bal raakt de speler inworp. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. Er ligt ruimte voor de counter. Teruggelegd op een teamgenoot. Oeh, wat onhandig. Wordt dit zijn tweede gele kaart? En gewoon een strafschop. Maar hij trekt er geen kaart voor. Terecht. Ja, ik snap hier echt helemaal niets van. Je moet hier gewoon een kaart voor geven. Hij zit hem erin vanaf 11 meter. Die bal passeert de keeper vanaf de strafschopstip. Hij houdt zijn hoofd koel en plaatst die bal netjes, is in de herhaling te zien.
Ik denk dat hij nog wel even door gaat willen gaan. Maar ja, de trainer beslist anders en haalt hem naar de kant. Ja, maar misschien is dat ook een teken voor zijn spel, hè, vandaag. Onvermoeibaar, scherp, belangrijk voor zijn team. Dan heb je nog wel even zin om door te gaan. Dit is de zoveelste aftrap. Beide teams blijven maar doelpunten maken. Dit doelpunt is als een klein lichtpuntje op deze gitzwart. Ga er zomaar in. Bal gered, spel loopt verder. En nog steeds loopt het spel verder. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. Hey, kijk, er staat een speler klaar om in te komen. Ja, dat klopt. De bezoekers gaan het met een nieuwe kracht proberen. Nog steeds aan de bal hier. En ze hebben de bal weer terug. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Wat een schitterende redding, zeg. Zijn wedstrijd zit erop. En nou, de trainer kan tevreden met hem zijn, denk je niet? Nou, en of zie het. Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Veel acties gemaakt. Kortom, een geslaagd optreden van zijn kant. Hoekschop wordt voorgegeven. Dit loopt dood. Dus geen gevaar voor de tegenstander. Daar gaat het balbezit. Die doelman moet opletten. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. Op het doel! Koekoek! Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog een keer zeggen? Koekoek! Dit is wat je in jargon een gouden wissel noemt. Prachtig om te zien. Die grijns op zijn gezicht. Lekker hoor. Ja, lekker. Mooi om het nog eens een keer terug te zien. De tegenstander heeft geen vat op hem. En dan creëert hij eigenlijk de kans voor zichzelf. Die hij ook nog benut. Voor de neutrale kijker is dit een heerlijke wedstrijd. Voetballen op de score. Er resteren nog 9 minuten in de reguliere speeltijd. Siem de Jong. Die is voor de doelman. De bal wordt voor het doel gebracht. Het gevaar is nog niet geweken. Geen risico genomen hier. Zo te horen zijn de fans blij met het spel van hun ploeg vandaag. Dat laten ze althans duidelijk blijken. Ja, zoals het er nu naar uitziet, kunnen ze straks de overwinning gaan begroeten. De bal wordt ingeleverd. Dit kan maar eens een kans opleveren. Sam, hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Nee, zeg, veel te wild geschoten. Je hoeft hem alleen maar heel subtiel langs die keeper te plaatsen. Zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was. Ziet er veelbelovend uit. Goed breed gemaakt daar. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Felix Klaus. Kunnen ze profiteren van deze paas? Goed geanticipeerd op die paas. Ze zitten tussen. Siem de Jong. Wat gaat hij nu doen? Goed gereageerd. Bal naar het midden. Nee, hij komt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja,
Ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Felix Klaus. De buit is nog niet helemaal binnen. Ze moeten nog 5 minuten volhouden in de blessuretijd. Ja, hoor je dat? De supporters die vinden het nu wel genoeg, hè? Ze laten duidelijk horen dat de scheidsrechter voor het eind van de wedstrijd moet fluiten. Siem de Jong. Er wordt gefloten voor buitenspel. Maar dat kan nooit veel schelen. Sterke actie, goed breed gemaakt. Connolly. Siem de Jong. En daar heeft hij de bal veroverd. Felix Klaus. Adama. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Ze komen aan de bal. Hij fluit voor het einde van de wedstrijd. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Wauw, wat een wedstrijd van hem vandaag. Hij scoorde aan de lopende band.